Ineens was het huis er. Het huis van onze dromen. Er was een kleintje opkomst en we waren echt op zoek naar iets groters. En gelijk kwam de vraag, kunnen we dit wel betalen? Kunnen we wel hierop bieden? Ik appte mijn vriendin het adres. Ook zij was enthousiast. Het liet ons niet los. Het huis wat we heel graag wilden hebben. We hadden al even gekeken op internet. Maar uiteindelijk wilden we toch zeker weten dat je een bod kan doen of we dit huis wel konden kopen. Wat je maandlasten zijn. Al gauw kwamen we terecht bij de internetsite van ANA Finance. Een afspraak was zo gemaakt. Het ging heel makkelijk. Er werd goed uitgelegd wat er nodig was voor zo'n eerste gesprek. Er waren eigenlijk geen verrassingen. En wat we hoopten gebeurde. Het bod werd geaccepteerd en de adviseur stond gelijk voor ons klaar. We werden hartelijk ontvangen op het kantoor. En in het hypotheekgesprek werd van alles uitgelegd over de mogelijkheden, hoe het in elkaar zat en of we het huis in alle situaties konden betalen. Dus praten we door, belden we door en zelfs per video werden ons dingen nog uitgelegd, zodat we precies wisten waar we aan toe waren. Toen we de sleutel eenmaal kregen, was het zover. We konden aan de slag met de kinderkamer en kijken uit naar een mooie toekomst in ons droomhuis. ANA Finance, wat ons betreft de beste partij voor financieel advies.